Zondag overleed de 90-jarige Eddy Postuma de Boer. Hij was een van Nederlands belangrijkste naoorlogse fotografen. Postuma de Boer was veel op straat in de stad te vinden en daar legde hij alledaagse taferelen vast die dankzij zijn foto's ineens heel bijzonder leken. Maar voor zijn werk ging hij ook de hele wereld over. Dit is een klassieker van mij. Die heb ik ooit in Parijs gemaakt in 1974. Op een Place Monge. En er stond een lelijke eend. Zo geparkeerd dat die Eiffeltoren op zijn dak staat. Dan kom je in gebieden terecht waar het allemaal niet pluis is. Hè? En wat je dan allemaal moet fotograferen, ja, dat is. Ja, ik ben in Bagdad geweest tijdens dat Saddam daar nog zat. En toen ging ik in het kielzog van het Rode Kruis mee. Om daar in die ziekenhuizen in Bagdad de kinderen te fotograferen. Mijn god, wat een ellende was dat. Dramatische foto's. En kan je dan je emotie uitschakelen? Ja, jawel. Ja, je moet werk blijven doen, hè. En de tranen die komen later wel. Hè? Terug in Amsterdam. Terug in Amsterdam. Ja, dan moet je je vrouw en je kinderen gaan uitleggen wat je gezien hebt. Ja, dat valt niet mee soms. Hè? Reef als oudere man, dat is gemaakt toen hij al in het verzorgingstehuis was. Hij heeft wel een goede kop om te fotograferen. Ja, ja. Ja, sterk, sterk anatomisch ook. Heel, zit heel goed in elkaar. Maar kijk hier, dat je doet. Dus Reven toen en Reven nu. Of later. Dit is met Joop Schafthuizen.